verdekken. Nou Mark, ik heb mijn hond meegebracht en die luistert altijd naar mij. Ja. Want weet je hoe dat je heet? Nee. Blijf staan. Ja, luistert okay. Altijd, hè? Ja, ja. Nou Mark, ik heb je boek gelezen, Jacht, Plezier en Passie. De Vlaamse Gaai, ja. Dat is je bijnaam natuurlijk, je pseudoniem. En daar heb ik iets uitgekozen, bladzijde 69, Honden en Bazen. Zoveel bazen, zoveel honden. Zo begin jij het. Nou, kun je er iets van vertellen? Ja, nou, heel essentieel voor mij in ieder geval bij de jacht is het omgaan met de hond. Kijk, als je gewoon op je eentje ergens loopt te jagen, dat legt niet op. Maar die hond, die ruikt het wild, die staat het. Zonder hond jagen, dat is nog niet 20% van de lol die je hebt met die hond. Maar, ja... Een goede hond, dat is weer wat anders, hè. Want je hebt zoveel honden, zoveel bazen. Geeft heel veel ellende en geeft heel veel plezier. Een uitlaatklep voor de menselijke emoties, zo kun je de jacht wel noemen. En zo ook in het bijzonder het omgaan met de honden. Een goede jachthond is uiterst zeldzaam. Een goede baas nog veel zeldzamer. Spreekt vanzelf dat we met een goede hond bedoelen, een hond die precies doet wat wij willen. Maar ik heb al heel veel jagers horen praten die zeggen, oh, mijn hond, dat is een goeie. Maar als je ze dan in de praktijk bezig ziet, dan valt dat naar mijn idee heel vaak tegen. Echt, een goede hond, die zijn maar zeldzaam. Maar ze worden zo gemaakt, ook door de baas. De hond van mijn broer, Nora... Die was in de tijd wel heel veelbelovend. Lag ook aan de baas natuurlijk. En dat is ook uitgekomen, want het was een hond van goede komaf, zou ik zeggen. En die is zelfs nog op een gegeven moment kampioen van Nederland geworden. Zo. Ja, ja. Dat zou mij niet gelukt zijn, zou ik zeggen. Die jachtmakkers, die geven heel veel vreugde, maar ook veel reden tot boosheid en veel stof om over te praten. Met honden kun je van alles meemaken. Enkele voorvalletjes wil ik wel vertellen. Graag. De hond van Nonkel Florimond bijvoorbeeld, de brouwer, die zat tijdens de middagpauze tussen onder de Kruisstraatsendijk op de koewacht tussen Kavendoek en de Lange Repen in de Moerspui hun boterhammen zaten op te eten, met grote verlangende ogen naar de kaas op het brood van de jagers te kijken. De stouwer van Nonkel Florimond, Rasje Sturms, niet een van de slimste, had 12 boterhammen gebreed met varkensvet en een stuk kaas bij zich. Met dat beleg, één stuk kaas, met dat beleg moest hij het in die crisistijd, de jaren 30, doen. En vader zei met een knipoog tegen Nonkel, dat is toch gek, hè? Dat die een brave loebas van u geen kaas lust. Nee, en anders lust hij alles. Ratsje hoorde het en zei, allee, is dat waar baas? Daar geloof ik niks van. Nee hoor Ratsje, probeer het anders maar eens een keer als je ons niet gelooft. En Ratsje hield Lubas zijn enige stuk beleg voor de neus. Hap, dit Lubas. En het stuk kaas, dat verdween in de hondenmaag. Zie je wel dat ik gelijk heb, zei Ratsje. En hij kon zijn brood verder droog opeten. Maar... Die hond is veel slimmer dan gij, Ratsje, zijn onkel. En hij gaf het beduusde wijntje toch maar wat van zijn eigen beleg. Ja, leuk. Hoe ben je zo toegekomen om dat boek te schrijven? Het is eigenlijk ontstaan in 1983, toen mijn vader gestorven is. Echte jager, hart en nieren. Het landelijk blad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Daar stonden dikwijls ook overlijdensadvertenties en... Stukjes van mensen die zeiden van die en die is gestorven en dat was gewoon een goede jager, weet ik veel. En toen dacht ik, waarom zou ik dit verhaal niet eens schrijven? Dus toen heb ik dat verhaal opgeschreven en dat kwam eigenlijk vrij snel
kwam de reactie van de hoofdredacteur: alsjeblieft, stuur geregeld wat verhalen. Dus toen heb ik de draad opgepakt, dus 1984 en 1994 of zoiets zijn er allerlei verhaaltjes gepubliceerd. En ook daarna nog in de Vlaamse Jager en in nog een prachtig blad wat er was. En toen ik 50 jaar was, hebben ze dat een klein beetje gebundeld. Een boekje van gemaakt en mij als cadeau gegeven. En daarna heb ik het laten rusten. Maar toen vorig jaar mijn vrouw gestorven is, oktober 2019, toen dacht ik, ja, toen zat ik een beetje echt met mijn ziel onder mijn arm en alles. Ik kon wel leuke dingen bedenken, maar alles had toch een beetje een grootzijde. Toen heb ik de zaak opgepakt en toen heb ik gedacht van, ik ga die verhalen, ga ik een keer bundelen en nog een beetje bewerken en dan maak ik daar misschien wel eens een boek van. En ik merkte dat mij dat deugde. Ik schreef die verhalen op en ik beleefde weer wat er vroeger gebeurd was. En dat heeft me heel veel geholpen in het verwerken van het verdriet. En toen een klein jaar later de zaak compleet was, ja, toen heb ik er zoveel plezier aan gehad. En toen heb ik even gepeild of er misschien belangstelling voor was, voor zo'n boek. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Nou Mark, ik heb hier een flyer, een boeklegger, en daar staat op: Jacht en Plezier, Passie steunt Hulphond Nederland. Er zou zo'n een klein aantal boeken zouden er gemaakt worden. En toen vroeg aan de uitgever, ja, hoe zit dat met de auteursrechten? En die zei toen ook, ja, als dat zomaar in mijn pijptig ging, dan is dat niet zo erg, maar ja, ik merkte dat er veel belangstelling voor kwam. En toen dacht ik, in die verhalen zijn in de tijd door de Nederlandse Jager allerlei tekeningen en dingen gezet. En hoe dat met die auteursrechten was, weet ik niet. Maar ik dacht, ik wil toch niet later merken dat er ineens iemand zegt van ja, hoe zit dat nou? Heb je een boek gemaakt van en er staan onze tekeningen in. Dus daar heb ik contact mee opgenomen. Dat jullie, als jullie recht hebben op auteursrechten, dan willen die wel aan jullie afstaan. Maar het boek is al een beetje geschreven, dus we moeten daar een modus voor vinden. En dan heb ik toevallig, ik heb een dochter. En die is tegenwoordig afhankelijk van een hulphond. Oh, dat sloeg direct aan. Dus toen heb ik een boekenlegger gemaakt die erin komt. En daar heb ik in gezegd dat niet alleen ik, maar ook de illustratoren bereid zijn om hun auteursrechten om die af te staan aan de hulphonden. Nou Nathalie, ik ben jaren geleden hier afgestudeerd als gids van het gidsenteam van Zeeuw-Vlaanderen over Sas van Gent. Ja. Maar ik zou graag willen dat jij een rondleiding geeft. Prima, goed idee. Dan gaan we eens een keer die kant op naar het water toe. We gaan naar het water? We gaan richting het water. Geweldig. Ik volg. Nou Nathalie, jij gaf daarnet een commando in het Engels bij dat zebrapad. Toen riep jij weet tegen Oda. Kun je vertellen wat er nog meer voor commando's zijn? Behalve weet is het teken dat ze moet wachten. Daarop volgend is dan let's go, dat ze mag gaan. Maar eigenlijk is alles in het Engels bij een hulphond. Als ze iets moet geven, give it. Of als ze iets moet halen, get it.
Als het los moet laten, drop it. Eigenlijk is alles in het Engels, behalve er is één woord in het Nederlands. Dat is als ze mag gaan eten, dan zit ze bij de voederbak, moet ze netjes zitten, krijgt ze de brokjes. En pas op commando smullen, mag ze eten. En dat is de enige Nederlandse term, de rest is eigenlijk allemaal in het Engels. Nou Nathalie, ik zie hier allerlei equipment van Bootcamp staan. Kun je dat toelichten alsjeblieft? Ja, hier op het hele eiland, dit noemen ze dan het eiland, staan borden met afbeeldingen uitgebeeld voor mensen die eventueel oefeningen, sportoefeningen willen doen. En er wordt gebruik gemaakt gelijk van, bijvoorbeeld net voor het bruggetje, dit is een trapje, dus doe 10 keer het trapje op en een half of 20 keer. En dan ga je naar het volgende bord en dan maken ze bijvoorbeeld gebruik van betonblokken om die 20 keer te doen. Dus zo over het hele eiland en in combinatie met de borden en touwen of dergelijke dingen is heel leuk voor de jeugd of iedereen die wil om gewoon lekker sportief bezig te zijn. En ik vind dat er heel veel gebruik van wordt gemaakt, zeker in, nu met die coronatijd. Dus je kan het individueel doen. Of heeft er maar twee op 1,5 meter afstand, kan allemaal. En het is gewoon een prachtig gebied ervoor. Zachtjes, Oda. Zachtjes. Oda, genoeg. Ik zag Oda net allerlei ontmoetingen hebben met andere honden. Kun je dat even toelichten? Ik ben zelf van mening van... Als het eens is kan, mag Oda ook lekker met andere honden spelen. Deze hond, die kent ze begroeten elkaar. Het is hartstikke leuk. Ik vind zowel voor Oda als voor die andere hond leuk. En zolang Oda haar taken goed doet, vind ik het gewoon prima. Moet dat gewoon kunnen. Daarom dat ik ze hier ook gewoon vanaf 4 laat ik ze ook gewoon los. Ze moet gewoon vrijheid hebben. Op het moment dat ik roep, moet ze gewoon komen. Dat weet ze. En dat doet ze allemaal. Dus prima toch. Gezellig ook, hè? Voor beide, zowel voor de honden als voor mensen. Nou, dan gaan we de kijkers bedanken. Ook namens Oda en Nathalie. En tot de volgende keer. Doei! Dat die hulphonden in dingen komen, dat vinden ze prachtig. Dus ik heb er heel veel deugd van. En ook veel andere mensen die afhankelijk van een hulphond zijn. Als ik dat woord, als ik dat noem en ik zeg hulphonden, dan zeggen ze, oh ja, heel mooi doen. Dat vind ik prachtig.